Het scholingsinstituut Alpha Beta Atheneum heeft gisteren haar deuren geopend. Via de nieuwe school kunnen MULO-geslaagden naar elke gewenste vervolgopleiding doorstromen, of ze het gewenste pakket behaald hebben of niet. Voor de school is een nieuw gebouw in gebruik genomen aan de Grote Combiweg. De eerste opleidingen zullen het komend schooljaar van start gaan. HAVO-opleidingen zullen in plaats van 2 leerjaren slechts 1 jaar duren. En VWO-opleidingen zullen in plaats van 3 jaren 2 jaren duren. Directeur Guillermo Samson van IBW Hogeschool, waarvan Alpha Beta een dochterinstituut is, zegt dat iedereen met een MULO-diploma en een goede inzet welkom is bij Alpha Beta. We gaan geen tijd verliezen. Het wordt een moeilijke tijd, IMF-tijd. Je hebt het geld niet, alles is duur geworden, alles gaat duurder worden. Ja? Dus mensen moeten niet te lang op school blijven. 1 jaar HAVO in plaats van 2 jaar. 2 jaren VWO in plaats van 3 jaren. Dat, en u krijgt een diploma van de staat en u kunt overal mee gaan studeren. Hier in Suriname, u kunt naar de medische faculteit, u kunt naar de technische faculteit hier, u kunt naar Amerika ermee, u kunt naar Holland ermee, u kunt naar de Technische Universiteit Delft, u kunt in Leiden gaan studeren. Het is overal geaccepteerd, want u krijgt gewoon een diploma als alle andere VWO-scholen en alle andere HAVO-scholen. Het is hetzelfde examen, hetzelfde tijdstip, dezelfde normering. Alpha Beta kan. Samson vindt dat het onderwijs in Suriname momenteel een puinhoop is. Hij verzekert dat de opleidingen van het Alpha Beta Instituut niet aan niveau inboeten vanwege de verkorte periode. Dit gebouw wordt aangeboden, is niet van Samson, wordt aangeboden aan de Surinaamse gemeenschap om topkwaliteit kennis te komen halen met topkwaliteit docenten, zoals we ze daar net hebben genoemd. Professor Ori, professor Mans, Wadur, Algo gaat blijven ondersteunen, willen of niet. Ja, Gasraj, Kalu, noem maar op. Advocaat hier, ook een hele goede advocaat trouwens hoor. En hij heeft nog nooit een zaak van me verloren. Omdat dat best zeggen, exclusie. Durga, Brunings, toponderwijs. En dat is voor de jongeren. Ik heb belief in dit land, maar niet in onze generatie. In de generatie van mevrouw Plever, van mevrouw Galant, die er komen. Wij hebben er een puin van gemaakt. Gelukkig heeft IBW topkwaliteit nog kunnen bieden. Heeft IBW gelukkig geen diploma hoeven te verkopen om het geld. Want studenten zouden weglopen. Een 1 is een 1, een 10 is een 10. En ons motto is, niet dat ieder moet slagen, maar de beste moeten slagen. Directeur Guillermo Samson van IBW Hogeschool. Het scholingsinstituut Alpha Beta Atheneum heeft zaterdag haar deuren geopend. Verder vond de diploma-uitreiking plaats van de IBW Hogeschool.